Veel belangstelling maandagavond op een informatiemarkt in het stadhuis in Lelystad. Daar werden plannen gepresenteerd voor het opknappen van het stadshart en de vernieuwing van de wijken Theaterkwartier en Parkwijk. Ik ben heel nieuwsgierig hoe Lelystad zich gaat ontwikkelen. Dat is natuurlijk wel leuk omdat je hier woont, dat je weet wat er staat te gebeuren. En het centrum kan wel wat pit gebruiken. Ja, en voor mij wordt het plezier om in Lelystad te wonen alleen maar mooier als er leuke dingen gaan komen. Veel aandacht ging uit naar de verbetering van het centrum. Daar moet volgens bezoekers echt wat aan gebeuren. Op dit moment, wij gaan absoluut elke keer overal gaan voor entertainment. En wij willen graag dat niet meer doen, maar blijf in Lelystad. Voor horeca, ja? Voor avonden uit. En dat is wat wij willen graag. Het is niet een centrum waarvan je zegt, joh, kom, we gaan nog eens eventjes gezellig de stad in. We doen de nodige dingen hier, de noodzakelijke boodschappen. Maar voor de rest, voor de gezelligheid, vinden we het wat minder. Verantwoordelijk wethouder Janneke Sparreboom bekrachtigde de plannen door samen met de projectontwikkelaar haar handtekening onder het project te zetten. Zij herkent zich in de kritiek op het stadscentrum, maar volgens haar brengen de huidige plannen daar positief verandering in. Lelystad is heel groen, maar in het stadshart is er eigenlijk te weinig groen. Mensen ervaren het als stenig en er zijn ook gebieden waar jarenlang niet is geïnvesteerd, waar geen verbeteringen zijn aangebracht. Dus daar zitten we op te wachten. Daarom is het vullen van theaterkwartier met wonen en uitgaan is denk ik een hele goede manier om het stadshart verder af te maken. En ervoor te zorgen dat mensen ook een gebied krijgen waar ze lekker 's avonds op een terras kunnen zitten met zo'n kacheltje en een dekentje. En dan krijgen we ook een beetje zuidelijke sfeer in ons stadshart. Zo zie ik dat voor me. Ongeveer 2000 belangstellenden hebben zich gemeld voor een woning. Over enkele maanden moet de verkoop daarvan beginnen.